jullie er allemaal weer zijn. Top, goed dat jullie mij kunnen horen. We gaan aan de slag met een klein herfstwerkje. Dit hebben jullie nu ook als goed in de aankondiging in het werkboekje ontvangen. Dank jullie wel. Goed dat jullie geluid horen. Ga ik even weer terug naar mijn werkblad. Zo. Dit is het herfstwerkje. Wat we uiteindelijk gaan maken. dit gaan we dus eerst uitschetsen. En dan gaan we structuren gaan we eraan brengen. Voor de mensen die het toch lastig vinden om bijvoorbeeld zelf te tekenen. In het werkboekje zit ook een voorbeeldje. Deze kan je downloaden. En wat handig hieraan is ook, je kan dus met je potlood kan je het even overtrekken. En dan heb je die vorm heb je dan alvast geoefend. En zo kan je dat uiteindelijk in je eigen werkje kan je dat naar voren brengen. Dus dan is een goede oefening. Wat wij ook hebben is een ander werkblad. En daar staan dus verschillende manieren op hoe je dus van licht naar donker kunt werken. Die heb ik ook alvast in het werkboekje gezet. Die kunnen jullie gewoon uitprinten en daar zelf op oefenen. Ik heb het zelf op tekenpapier geprint van Kangaroo. Dat kan je dus gebruiken om daar op te tekenen. Het eindwerkje zal ik daar ook op gaan maken. Zo. Dus we gaan eerst even schetsen. Ik zal hem even eronder leggen aan mijn schetspapiertje. Even kijken. Zo, en we gaan de volgende potloden hier ook voor gebruiken. En dat zijn deze. We hebben de 2H. En de HB. En de 2B, 4B. 6B en de 8B. En Marianne, dit werkblad kan je dus vinden bij de aankondiging die wij hebben gemaakt voor deze livestream. En dat staat dus ook op onze tijdlijn. Dus daar kan je dat gewoon rustig terugvinden en voor jezelf even uitprinten. Gaan we even naar het werkblad. Ik gebruik zelf een passer. Dit is een snelverstelpasser. Van Faber-Castell. En ik vind het heel erg fijn, want deze heeft een draaiwiel. Je ziet ook als ik daar aan draai, dan gaat hij dus langzaam open. En het is niet zo dat hij heel makkelijk... Je moet echt wel wat kracht geven om hem echt uit elkaar te trekken. Maar als je hem dus gebruikt, dan heb je niet dat hij opeens vloep naar binnen vloept. En dat je cirkel niet perfect meer is. En ik heb het zelf niet aangegeven dat we ook een liniaal zouden gebruiken. Maar wat fijn is hieraan, is dat je dus precies de afmeting... erbij kan zetten. Ik zal even hier naar voren komen. Dus zo kan je dus precies afmeten. Dus bijvoorbeeld ik wil 6 centimeter. Wil ik hem in afmeting hebben. Draai daar naartoe. En als je hem dan tegen je liniaal aanhoudt. Dan heb je precies 6 centimeter. Voor je cirkel. Ik zal hem weer even uitzoomen. Dan kun je ook zien wat ik aan het doen ben. 6 centimeter. Ik pak de passer. En ik plaats hem eigenlijk in het midden van mijn papier. En ik maak eigenlijk heel lichtjes een cirkel. Je hoeft ook alleen maar aan de bovenkant eigenlijk te draaien. Of niet hard te drukken. En daar staat ons cirkel. Staat dan al op het papier. Hartstikke handig om te hebben. Dit is trouwens een model van dit jaar. En elk jaar komen er weer nieuwe modellen uit. En even kijken, ik weet niet of we het gaan zien zo. Dit is dan een model wat volgend jaar uitkomt. Dus dan hebben jullie alvast een kleine preview. We hebben de cirkel. Ik ga er even wat beter voor zitten. En dan gaan wij het HB potlood pakken. Want we gaan eerst even rustig schetsen. En wat we gaan doen is we gaan hem eerst eventjes verdelen. Momentje hoor, ik mag even één ding even goed zetten. Zo, Ik hou het voorbeeld nog eventjes zo ervoor. Wat we doen is we gaan deze even verdelen. Dus we maken ongeveer een
een lijn, gewoon een rechte lijn, heel rustig. Je ziet ook, hij is niet helemaal recht, maar dat hoeft ook niet, want het is een schets. En het is daarbij belangrijk, jullie zien ook, dat ik mijn lijnen dus heel lichtjes opzet. Waarom doe ik dat eigenlijk? Als je het gelijk al heel donker opzet, dan is het veel lastiger om uit te gummen. Dus met schetsen is het fijn om het gewoon lichtjes op te zetten. Ik zal hem nog ietsjes verder uitzoomen. En dit is dan ons grondvlak. Hier komen grasprietjes zo meteen. Dan gaan wij de eerste paddenstoel tekenen. Die komt hier in de hoek. En dan gaan we beginnen. Dus we maken een kleine kap van de paddenstoel. Gewoon hier zo in de hoek. Ik zal weer even wat meer inzoomen. Dan zie je ook precies waar ik ben. En je kan het sowieso terugkijken. dus je kan gewoon naar de vergadering gaan. En daarna gewoon, als de livestream is afgelopen, dan wordt het gewoon opgeslagen. Dus dat is hartstikke fijn van internet. Doen we nog een klein randje hieronder tekenen. Ik ben een beetje aan het bibberen. Beetje zenuwen nog. Maar hoe vaker ik dit doe. doen we nog een kapje hieronder. En ik was hier ook een beetje door geïnspireerd. Doordat ik in het bos liep en allemaal paddenstoeltjes zag. Doen we weer zo'n kleintje eronder. En weer het steeltje wat hier dan zo onderuit komt. Nou, en het hoeft niet perfect te zijn. Stel je voor, je hebt toch een fout gemaakt. Je kan in je schets kan je het altijd nog weer aanpassen. Daarom hou je het ook eerst licht. En vaak gum ik het ook niet gelijk uit als ik een fout heb gemaakt. Want dan zie je wat je moet veranderen. En als je het gelijk weggumt, dan zie je eigenlijk niet wat je daarvoor meer fout hebt gedaan. Dus kan het heel makkelijk zijn dat je snel weer dezelfde fout zou maken. En het leuke aan tekenen is eigenlijk, je kan het zo leuk maken als je zelf wil. Het is jouw eigen fantasie wat je hierin kwijt kan. Dus stel je voor, we doen een klein slakje erbij. Nou, maken we een klein cirkeltje. Kijken of ik nog iets meer in kan zoomen voor deze, want het is natuurlijk ietsjes kleiner. Nou, doe een klein steeltje aan. Nog een oogje. Deze verbinden we met elkaar. En dan gaan we de bolling maken. Dus het lichaampje. En dan komt hier het slakkenhuisje bovenop. Nou, heeft hier nog een klein achterkantje. Zo, huppa, erin. kunnen we bijvoorbeeld ook een klein eikeltje doen. Het leukste is ook, stel je voor je loopt in het bos. En je komt deze dingen tegen. Maak er ook foto's van. Of zoek gewoon foto's op van hoe iets eruit ziet. Dan heb je altijd een goede referentie. Nou, hier zit nog een heel klein steeltje zo aan. Maar zo heb je dan altijd een goede referentie. Hoe je dat later dus toe kan passen. Dan gaan we een wat grotere paddenstoel hier zo boven maken, zoals jullie ook zagen in het werkboekje. Even kijken, uitzoomen. Zo. Ik vind het ook wel leuk. Dit is dan het ronde kader. Maar ik vind het ook altijd wel leuk om iets uit te laten steken. Dat geeft altijd wel een leuk effect. Dus we maken nu een vliegenzwam. Deze is ietsjes groter. Beetje zoiets. En dan doen we nog een streepje zo, dat we dus de onderkant van die zwam zo nog kunnen laten zien. Dan maken we de steel. En dan komt daar ook het rokje, of de rok. Nou, die verbinden we zo. En die lijntjes, die vegen we, die gummen we straks gewoon uit. Je ziet misschien ook dat die iets anders weer is dan de originele schets. Dus je kan zelf nog een beetje
verplaatsen waar je dingetjes wil hebben. En daar zitten, het zijn niet helemaal ronde stipjes. Ik zal er even inzoomen. Zo. Het zijn niet helemaal ronde stipjes, maar ze hebben een beetje, maar gewoon een beetje ongelijk. Een beetje kwakjes zo erop. Deze ligt er dan wat meer bovenop. Dus het hoeft niet helemaal tot het randje, maar dan zie je echt dat er iets bovenop ligt. Zo heb je al een hele leuke paddenstoel. Gaan we door naar de volgende. En die ga ik een beetje meer hier plaatsen. Dit is eigenlijk ook een vliegenzwam, maar dan ietsjes kleiner. Dus probeer gewoon een beetje die vorm af te tasten. Het is ook zo, veel mensen die schetsen. Of tekenen. Die krijgen soms nog best wel eens last van hun pols. Omdat ze veel deze beweging ook maken. Als je daar veel last van hebt, probeer dan vanuit je onderarm meer te bewegen. Dan belast je ook je pols veel minder. Dus dat is misschien ook nog wel een goede tip mocht je daar snel last van hebben. Nou, doen we een kleine andere paddenstoel kopje zo ernaast. En dan doen we nog een paar kleine blaadjes zo erbij. Om deze lege ruimte ietsjes op te vullen. Dus we hebben een klein steeltje. Gewoon heel simpel. En dat is ook het leuke aan natuur eigenlijk ook tekenen. Het hoeft allemaal niet. Het zijn geen strakke lijnen. Dus als je een klein foutje maakt, dan maakt het niet echt uit. Ik bedoel, je ziet dat het een blaadje is. Doen we hiernaast. Doen we nog een blaadje. Een soort van kleine kartelrandjes. Zo, en dan laat je die nerf zo een beetje doorlopen. Nou, hebben we een leuk tweede blaadje erbij. Dan gaan we hier, bij dit gedeelte, gaan wij oesterzwammen tekenen. En die zijn wat iets wat lompiger. Het mag ook een beetje zo golvend zijn erboven. En dan doen we zo de onderkanten. Doen we zo erbij. Nou, omdat we hier aan de linkerkant iets hebben uitsteken, is het ook wel leuk om aan de rechterkant dan ook net een klein beetje iets buiten de cirkel te komen. Dus we doen zo de bovenkant tekenen. En zo de onderkant van de paddenstoel. En dan komt er hier nog een iets grotere. Nog eentje erbij tekenen. Dan hebben we een goede paddenstoelenfamilie. Dus doen we weer de bovenkant een beetje zo tekenen. Mag een beetje met golvende lijntjes. En weer de onderkant van de paddenstoel. Dan hebben we nog één andere die we erbij gaan plaatsen. En die vind ik zelf heel erg leuk, want je kan hem zelf een beetje vormen zoals je wilt. En dat doen we dus zo. Je kan een klein kapje maken, ietsjes langwerpiger dan die andere die we net hebben getekend. Die verbind je met een klein beetje zo'n cirkelvorm daarin te zetten. Dan teken je een steeltje eruit. Nou, die kan heel lang worden. Zo lang eigenlijk als je zelf wil. Kan een beetje zo in een kronkeltje lopen. En dan verbinden we dit laatste stukje zo nog met de onderkant. Zo vast. En dan hebben we een leuke paddenstoel erbij. Nou, doen we er nog eentje. Nou, stel je voor, ik wilde hier nog eentje hebben. Weer precies hetzelfde. Weer een kleine cirkel maken. Of een halve cirkel eigenlijk. Weer een steeltje eruit laten lopen. En die weer zo met de onderkant met elkaar verbinden. Nou, dan maak ik er nog een paar
erbij. Gewoon om de ruimte zo een klein beetje op te vullen. Nou, weer die onderkant. Dan komen er nog twee bij. Hier nog eentje. Je hoeft niet ook zoveel over na te denken. Gewoon erin zetten. Als het niet goed is, kan je het altijd nog weggummen. En de laatste. Nou, die loopt een beetje zo. En weer de onderkanten met elkaar verbinden. Dan merk ik nog dat ik bij deze kleintjes, daar komen nog hele kleine stippeltjes op. Dus die voegen gewoon toe. Die zijn wel wat ronder. Ik geef weer een leuke ander effect. En wat we nu hebben, is eigenlijk onze opzet van de schets. Dus dit was echt het tekenwerk. Ik zal even uitzoomen. Dit is hoe het er nu uitziet. En wat we dus ook nog ruimte voor hebben, is dus tekst. Wat jullie ook zagen was net dat er ook herfst boven staat. Nou, je ziet ook, we hebben hier een hele mooie ruimte om tekst in te schrijven. Dus wat we kunnen doen, is ik trek een lijntje, zodat het een beetje zo meeloopt. Dat ik ongeveer weet van hoe die tekst meegaat met de cirkel. Herfst heeft 6 letters. Dus wat ik ga doen, ik verdeel dit in 6 ongeveer dezelfde vlakjes waar mijn letters tussen komen. Dus hier, ik zal even inzoomen, anders dan zien jullie het niet. Ik doe het ook heel licht, zodat ik het straks goed uit kan gummen. Maar hier heb ik dus 1 streep gezet, hier nog eentje. En dit is voor de volgende letter. En je loopt dus, het gaat dus een beetje mee met de cirkel, dus je draait af en toe eventjes je papier. Dus 1, 2, 3, 4, 5, nu hebben we 6 vakjes. Zo. Nou, hier gaan we dus die letters inmaken. Een hele leuke is, website daarvoor is ook Dafont. En dat schrijf je dus www.d van Dirk, A van Anton, F van Ferdinand en de O van Otto en van Nico en de T. Maar misschien is het goed als ik hem gewoon hier in de chat even neerzet. Dat is www.dafont.com. En dat is een hele leuke website, waar dus allemaal verschillende soorten lettertypes op staan. En die kan je eigenlijk gewoon downloaden. Die kan je in je Word bijvoorbeeld gebruiken als je dat hebt. En dan kan je in dat lettertype gewoon teksten schrijven. En zo inspiratie opdoen, dat overtrekken of even daarin kijken. Dus dat is wel een hele, hele goeie. Neem ondertussen even een slokje. Hele leuke website om eventjes te bezoeken. Wat we nu gaan doen, is we gaan nu de letters eigenlijk hierin zetten. We beginnen met de H. En dat doe ik nog steeds met mijn HB-potloodje. We zijn nog steeds aan het schetsen. Letters komen in heel veel verschillende vormen en varianten. Dus ook een klein beetje handlettering. We hebben nu dus die streepjes al ertussen gezet. Dus we weten ongeveer waar je letters moeten komen. Die heeft hier nog 2 uitstulpseltjes zo. Dan gaan we naar de E. En hou je lijnen ongeveer even dik. Dan komen je letters het meest consistent over. Dus niet opeens deze lijnen hier naartoe doortrekken. Dan ziet het er weer heel anders uit. Dan gaan we naar de R. Een boogje. Maken we de binnenkant van de R. Hier zit nog een klein stokje aan.
gaan we naar de F. En de S. En daarom zijn die hulplijntjes zijn gewoon heel makkelijk. Weet je ook ongeveer waar je moet zitten. En dat je gewoon goed uitkomt met je letters. Nou, als laatste de T. En dat is eigenlijk hoe je letters dus in je tekeningen kunt aanbrengen. Dan zie je ook, deze mag ietsjes hoger zo. En nu hebben wij dus de letters herfst toegevoegd aan ons werkje. Nu is het tijd om te gummen. Dus eigenlijk alle lijntjes zoals... je ziet ook hier die cirkel dat die daar doorloopt. Pak je gum. Ga er overheen. En haal al die lijntjes ertussen. Haal die allemaal weg. Ik ga nu niet alles uitgummen, maar gewoon dat jullie snappen hoe dat werkt. Ik zoom er weer even uit. Wat we vervolgens gaan doen, is we pakken onze 4B. En daar trekken we deze lijnen eventjes mee over. Als je zeker weet van oké, deze lijnen die ik net heb getekend, ziet er allemaal heel goed uit. En je hebt al je hulplijntjes heb je ook weggegumd. Dan gaan we hem dus overtrekken. Zodat je lijnen wat meer naar voren komen. Wij gaan deze achtergrond, zoals je hier ook ziet, gaan we die straks donker opvullen. En als je dat dus heel donker opvult, dan vallen de rest van je lijnen die vallen dan een beetje weg. Dus we gaan die even wat meer aanzetten. Zodat ze wat meer naar voren komen. Dus eigenlijk elk lijntje wat goed is, ga je nog een keer overtrekken. En dan mag ook wel wat ietsjes harder drukken. Ik gebruik zelf de 4B daarvoor. Ik krijg er goede donkere lijnen van. En dan zie je ook, je ziet nu al dat die hele paddenstoel al veel meer naar voren komt. Dat komt dus omdat wij aan het schetsen waren en dan blijven je lijnen dus heel licht. Nou, elk lijntje zo omtrekken. Ik ga nu niet alles zo omlijnen, maar ik neem aan dat jullie dat zelf thuis gewoon lekker kunnen doen. En wat ook belangrijk is, is dat we ook de cirkel ook een goede omlijning geven. Dus de cirkel mag je niet vergeten. Dan springt het hele werkje springt er gewoon heel mooi uit. Zo. Dus je hele werkje dus omtrekken. Als je dat werkje dan helemaal overgenomen hebt, dan gaan wij het eigenlijk helemaal opvullen. Ik zal nog een klein beetje meedoen. Anders dan hebben jullie niet veel tijd zelf misschien ook om het zelf op te vullen. Maar zometeen gaan we dus naar de verschillende techniekjes om van licht naar donker te werken. Kleine structuren aan te geven. En daar hebben we dus dat andere werkblad voor. Er staan al een paar voorbeeldjes op. En daar ga ik er een paar van demonstreren, zodat we dit straks ook in ons eigen werkje kunnen toevoegen. En wat ook heel erg leuk is, is wij hebben ook een winactie. En dat houdt in, stel je voor je hebt je werkje gemaakt en... je deelt het resultaat met ons. Misschien wil je het op een hele andere manier invullen. Met de verschillende structuren. Dan kan je dat dus
bij ons op Facebook plaatsen. Er komt nog een aankondiging voor, dus daar kan je het onder plaatsen. En ik zal zo meteen laten zien wat je daarvoor, wat je zou kunnen winnen. Nou, nu heb ik bijna alles nog een extra laag gegeven. Ik doe het even ietsje sneller. Ik zit er hier heel lang naar te kijken. Zo. Nou, tada. Ziet ook, komt goed naar voren. Dan pak ik even het andere werkblad erbij. Dat is ons grafietwerkblad. Nou, ik gaf al aan. Grafiet kan je dus heel mooi licht en donker werken. Ik zal even wat meer inzoomen, dan kun je het ook goed zien. Dit is parallel arcering. En ik pak daar ook eventjes mijn 2B pak ik daar eventjes voor. Parallel arcering zijn eigenlijk rechte lijnen. En hoe dichter je de lijnen bij elkaar zet, hoe donkerder het oppervlak al lijkt. Hoe verder je de lijnen meer uit elkaar zet, des te lichter het eigenlijk wordt. En dat is ook een beetje wat hier nu dus ook gebeurt. Je ziet, het kan dus van één richting komen, kan wat schuiner gaan. En ik zal nu ook eventjes uitleggen hoe je dat kan toepassen. Ik pak mijn 2H-potlood, pak ik. En ik zet hier rechte lijnen. En er komt dus een lichtvlak of een highlight van boven. Dus dit gedeelte blijft ook licht, zoals jullie ook zien in het werkblad. En het mooiste is wel als je de strepen ook een beetje op dezelfde afstand van elkaar houdt. En het is zo een beetje in een rondje gaat lopen. Ik ben nu met de 2H aan het schetsen en dat is heel licht. Dus je ziet wel iets, maar dat is het mooie van de 2H potlood, dat het gewoon lekker licht is. Dan gaan wij door naar de HB. Dat is deze. En dan gaan we ietsjes verder naar onder. Dan gaan we weer strepen maken. Zorg ook wel dat je potlood goed scherp is. Dat je gewoon goede scherpe lijnen kunt maken. Dan pakken we de 2B. Dan gaan we ook weer ietsjes daar weer onder zitten. Maken we hem weer ietsjes donkerder. Ik zal het even in de goede volgorde weer terugleggen, anders dan weet ik het niet meer. Gaan we naar de 4B, maken we weer ietsjes donkerder. Je blijft gewoon dus die strepen zetten. En zo zie je dus dat je een hele lichte overgang hebt van donker naar licht. Pakken we weer de 6B. Mag ook wel ietsjes weer overheen gaan. Die vorige van de 4B. En als laatste de 8B. En dan doen we nog een schaduw eventjes eronder. Dan komt die cirkel al veel meer naar voren. En je kan altijd nog met je 2H weer even terug. Om weer die lichtere lijnen, een mooier overgangetje te maken tussen licht en donker. En zo heb je al... Ja, dat je je cirkel dus meer 3D hebt gemaakt. Het is geen plat vlak. Maar je ziet ook dat je dat dus van elke richting kan doen. Dus ook schuin of horizontaal. Maar je ziet hier ook dat je bijvoorbeeld mee kan gaan met de richting. Dus dit is een cirkel of een bolvorming. En als je meegaat, dan krijg je meer dat het dus echt rondloopt ook. En dan komen we dus ook uit op kruisarcering. Daar wordt dat ook veel mee gebruikt. Ik pak weer mijn 2H erbij. Kruisarcering, nou, het woord zegt het al. Dat is dus op deze manier.
Dit is dus een lichte toon opzetten. En dan kan je er bijvoorbeeld op deze manier overheen. Dan zie je alweer dat dit gedeelte dus licht is. En dit gedeelte dus donker wordt. Dan kan je er nog een keer bijvoorbeeld schuin overheen. Dan wordt hij weer wat donkerder. En zo kan je dus steeds meer lijnen toevoegen. En dat is dan dat het steeds meer van donker naar licht gaat. Maar dit kan je dus ook doen door mee te gaan met de vorm. Dus ik heb weer mijn 2H. En het is eigenlijk steeds op precies dezelfde manier opgebouwd. Maar je ziet nu dat ik wat meer meega met de vorm. In plaats van dat ik dus die rechte lijnen maak. Dat doe ik met de 2H. Dan gaan we naar de HB. En zo vul je dus steeds meer lijnen weer bij. Ik zal gelijk ook even een schaduw wat meer eronder zetten. Dan komt hij alweer wat meer van de grond. En zo bouw je dat dus steeds op. Eigenlijk precies dezelfde manier als dat we net deden. Dus je pakt steeds weer een gradatie donkerder. En dit is dus van één bepaalde kant. Maar je kan het dus ook van de met de andere kant mee laten lopen. En dan zie je dus dat je er nog meer dus die rondingen erin krijgt. Zo kan je dat dus heel langzaam eigenlijk verder opbouwen. Dit is dus met kruisarceringen. Ik moet heel even kijken. Ik dacht dat ik alles goed had voorbereid. Ik pak nog even een doezelaar erbij. Zo. We hebben weer de doezelaar. En wat je dus kan doen, is je kan het dus, als je dit zo op deze manier hebt gedaan, dan zou je het bijvoorbeeld ook kunnen uitvegen. En dan heb je al heel mooi van dat licht naar donker, maar dan uitgeveegd. Begin altijd bij het lichtste gedeelte. Want als je bij het donkere begint, dan trek je al dat donkere over je lichte vlekken heen. En dat wil je niet. Dus we beginnen heel lichtjes bij het lichtste gedeelte. En dan trek je steeds verder door naar het donkerste gedeelte. En als je toch weer terug gaat, zoek dan een schoon stukje op. Want je ziet nu ook, hij is nu best wel vies. Dus als je daar weer overheen gaat, dan trek je alles weer weg. Dus zoek dan gewoon even een schoon stukje. En dan kan je er nog een keertje overheen gaan. En dat kan je bijvoorbeeld ook bij de schaduwen doen. En dan heb je al een mooie gradatie van licht naar donker. Dus dat kan je ook doen met arceringen. Ik ga ze voor de rest niet allemaal af, want we gaan sommige structuren gaan we dus ook in ons eindwerkje gebruiken. Maar het is wel heel leuk om ook andere methodes te pakken. Je ziet hier bijvoorbeeld krabbelen. Nou, dat kan dus door een beetje zo over papier te krabbelen. Ik krijg de vraag, hoe maak je de doezelaar schoon? Dit heb ik ook behandeld in mijn vorige livestream. En daar hebben wij een schuurplankje voor. Dus dat is eigenlijk gewoon schuurpapier wat erop zit. En dan schuur je dus overheen en dan maak je hem weer schoon. Maar als je dat wil zien, dan zou ik aanraden om de vorige livestream nog even terug te kijken. Daar bespreek ik het in. Je kan bijvoorbeeld ook doen door allemaal stippeltjes te gebruiken. Zoals ik hier ook bij het voorbeeld heb laten zien. Maar zo zijn er dus heel veel verschillende manieren. Je kan ook allemaal kleine streepjes bij elkaar gebruiken. Om zo'n structuur te geven. Of een vissengraatstructuur. Dus dan ga je eerst zo. En dan de andere kant op. En dan weer de andere kant op. Je kan ook bijvoorbeeld. Even kijken. Iets meer inzoomen. Je kan bijvoorbeeld ook kleine cirkeltjes maken. En zo'n structuur opbouwen. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om bijvoorbeeld van licht naar donker te werken. Bijvoorbeeld allemaal plusjes te gebruiken.
of golvende streepjes. Daarvoor zijn deze lege vlakken eigenlijk. Dan kun je dat zelf thuis proberen en kijken wat voor leuke structuren jullie kunnen bedenken om een vlak op te vullen. Dan gaan we door naar ons eindwerkje. Even kijken, dat is deze. Die gaan we nu opvullen. En we beginnen. Even kijken. We beginnen met deze paddenstoel hier. We pakken onze 2B. Dat is deze. En we doen hier kleine streepjes zo. Over de paddenstoel heen. En dan ga ik een beetje mee met de vorm. En dat doen we ook voor de andere paddenstoel. Nou, hieronder ook komen een beetje van die langwerpige flubbeltjes aan. En dat kan je bijvoorbeeld ook voor de stam doen. Dat is één. Gaan we door naar het eikeltje. Daar doen we ook een soort van kleine schubjes zo naast elkaar. Dat het zo afwisselt. Dit doen we ook nog steeds met onze 2B. En we willen dit eikeltje een beetje licht donker geven. Deze even meer zo. Even kijken. Dus dan pakken we de 4B. En die kan je dus hier al wat donkerte mee aangeven. Een beetje meegaan. En dan pakken we de HB erbij. En daar hier doe je dat nog heel lichtjes. Dat je het zo van licht naar donker eigenlijk opvult. En dit kan je nog heel lichtjes een kleine schaduwtint geven. Door er gewoon overheen te gaan. Dan gaan we naar de oesterzwammen. En wij willen eigenlijk hele fijne lijntjes hierin hebben. Daarvoor pak ik weer de 2H. Die is lekker scherp. Waardoor je dus hele fijne lijntjes dus zo naast elkaar kunt zetten. Laten we ook weer een beetje meelopen met de vorm. En dat doen we ook voor de rest van de oesterzwammen. Nou, ik vul hem zelf niet helemaal netjes op. Jullie snappen het principe, dus kunnen jullie thuis gewoon even rustig je tijd voor nemen. En zo die oesterzwammen opvullen. Het is leuk om hier kleine stippeltjes in te zetten. Dus ik pak even mijn 6B. En daar doe ik al wat kleine stippeltjes mee. 6B is een wat donkerder potlood. Kijken of ik nog iets meer in kan zoomen. Nee. Het is een iets donkerder potlood. Dus dat kan je heel mooi afwisselen. Als je dan een lichter potlood hebt. Maar we doen gewoon een beetje erin stippelen. Krijg je er een leuke structuur van. Nou, pakken wij nog de 2B. Die is weer veel lichter. Hier kan je nog een paar wat lichtere stippeltjes doen. Hoeft niet overal, gewoon een klein beetje. En dan als laatste weer met de 2H, die hele fijne, lichtere kleur. En zo heb je een hele leuke afwisseling met de verschillende stippeltjes. Zo, dan gaan we even door naar de volgende paddenstoel. Deze,
Die gaan we opvullen met onze 2B. Pakken we weer erbij. En hier kan je dus die, dat scribbelen, wat ik net dus ook liet zien. Een beetje dat krabbelen. Kleine cirkeltjes maken. Gewoon heel lichtjes. Je hoeft niet eens heel hard te drukken op je potlood. Hoe harder je drukt, des te donkerder je lijnen ook worden natuurlijk. Maar zo krijg je ook wel weer hele leuke structuren van. Je kan de onderkant kan je ietsjes donkerder maken. Dat het bovenaan wat lichter is. En je ziet nu ook, kijk, ik heb bij deze heb ik de stippeltjes heb ik niet aangezet. Dan zie je ook dat ze verdwijnen. Dus daarom is het ook belangrijk als je weer even iets aanzet. Dan springen ze veel meer naar voren. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Dan kunnen we nog kleine streepjes zo hiermee maken. Dan loopt het een beetje mee met de paddenstoel. Wat wij ook doen is, we pakken even onze HB erbij. En daar doen we kleine streepjes mee maken. En dat is eigenlijk een beetje het gras in ons verhaal. Dus je kan dat gewoon lekker ervoor doen. Het kan ook op plekken waar niks zit, om het een beetje op te vullen. Of om dingen een beetje te verbergen. Zoals hier houden die streepjes op van de oesterzwam. En zo kan je dat toch leuk afbreken. Dat je ook ziet dat daar dus een beetje gras zit. Mag ook voor de slak bijvoorbeeld. Loopt het een beetje mee. Hebben we nog twee verschillende die wij nog in kunnen vullen. Even kijken, daar pak ik mijn HB even voor. Dat is deze. Hier kunnen we dus ook meegaan dus met de vorm. En hieronder maak je hem gewoon veel donkerder. Daar zit ook de schaduw. Dus dat kan je bij alle paddenstoelen wel zo doen. Deze loop je ook weer mee laten lopen, zo op deze manier. Dan hebben we de grote oesterzwam. Nou, hieronder, daar pak ik weer de 2A voor, want dan gaan we weer dunne lijntjes maken. En die lijntjes kan je dus afwisselen door eerst een lijntje te doen. Dan stipje, stipje en dan weer een lijntje. Stipje, stipje, lijntje, lijntje. En zo krijg je ook weer een heel ander structuur weer om te pakken. En zo kan je dat heel leuk dus met elkaar afwisselen. Je kan het zo gek verzinnen. Het is maar net wat je zelf leuk vindt hoe het eruit komt te zien. Laat het wel weer een beetje meelopen met de vorm. En voor het stammetje maak ik kleine rondjes. Die elkaar een beetje afwisselen. Of niet allemaal kaarsrecht onder elkaar, maar juist een beetje afwisseling is wel leuk. En in de rok kan je bijvoorbeeld alleen kleine streepjes weer naar beneden doen. Weer afwisselen met die puntjes. Dat het een beetje hetzelfde is als de onderkant van de paddenstoel. En bij deze paddenstoel, de bovenkant, pak ik weer de 2B. En hier kan je dus, nou, ik doe hier eigenlijk kleine driehoekjes in maken. Dan loopt het zo heel leuk door. Je kan het ook een beetje door elkaar doen. En zo vul je de hele paddenstoel op. Ik ga hem zelf nu niet helemaal opvullen. Maar jullie thuis kunnen dat rustig gewoon je tijd ervoor nemen. Ik krijg er rode wangen van. als allerlaatste gaan wij hier de achtergrond gaan wij nog wat donkerder maken. Hierdoor springen je paddenstoelen ook veel meer naar voren. Want je ziet nu ook als ik even uitzoom. Zo. Zie je ook dat ja, de paddenstoelen springen wel een beetje naar voren. Maar door een achtergrond erin te zetten gaat het echt knallen.
En daarvoor gebruik ik de 8B. Zorg ook wel goed dat die goed scherp is. En ga terwijl je bezig bent, tussendoor ook even blijf gewoon slijpen, dat het goed scherp blijft. Het is natuurlijk een heel zacht potlood, waardoor de punten sneller geslepen moet worden. Hoe ik dit ga opvullen is, ik doe kleine streepjes zo maken. En dan weer de andere kant op. En dan weer die kant op. En dat kan dus gewoon recht, horizontaal. Elke kant kan je eigenlijk wel pakken. En wissel zo je strepen ook een beetje af. En wat ik vaak heb bij dit patroon, is in het begin denk ik van, oh ja, dat gaat er wel echt heel leuk uitzien. En als je bezig bent, dan, ja, zoals je ziet, duurt al even voordat je al die vlakken hebt opgevuld. Dus dan denk je, oh, waarom heb ik dit nou gedaan? Dat denk ik altijd halverwege. Maar als het helemaal af is, dan ziet het er heel leuk uit. Dus neem ook gewoon lekker je tijd voor. En vul het ook op. We hebben dus die afkadering gedaan. Halverwege ongeveer de cirkel. En hou dat ook aan. Dan springt het nog net even meer naar boven. Of naar voren. Zoals je ziet, dan pak ik hem nu nog eventjes ietsjes onder de paddenstoel. Dan springt die paddenstoel dus straks nog iets beter uit. Ziet ook wel echt het verschil nu dan. En zo vullen wij dit hele werkje eigenlijk gewoon op deze manier op. Nou, en als ik dat nu zou doen, dan zitten we daar heel lang naar te kijken. Dus dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk krijg je dan dit resultaat. Maar je ziet ook wel, het is een 8B potlood. Dus het is heel zacht. Je ziet ook al, ik ben hier met mijn vinger toen een keer overheen gegaan. Dus je veegt het wel heel snel uit. Dus pas wel op als je bij een stuk bent. Dat je bijvoorbeeld eventjes een papiertje eroverheen legt. Dat je niet met je hand al die lijnen weer uit gaat vegen. Want dan verlies je je structuur. Ben je er voor niks mee bezig geweest. En dat zou zonde zijn. Zoals ik al zei. We hebben dus een winactie. Even kijken, morgen komt er op onze Facebookpagina komt dus een aankondiging met dit plaatje. En daar staan de voorwaarden ook in. Zet daaronder ook jouw foto's van hoe jouw werkje geworden is. En dan gaan wij kijken welke leuke daartussen zitten. Dan maak je dus kans op zo'n dummyboekje met ringband, dat je hem dus helemaal open kan maken. En een perfect pencil. Die ik ook in de vorige livestream heb laten zien. Dus ik zou zeggen, hou die Facebookpagina in de gaten. En stuur vooral ook je werk op. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. En wat voor structuren jullie bedenken. Want dat is gewoon heel leuk om daar creatief mee bezig te zijn. Naast deze winactie hebben wij de volgende livestream. Ik ga op vakantie. Dus jullie moeten eventjes wachten voordat de volgende livestream er aankomt. Maar dat is 7 januari. En dan gaan we aan de slag met deze tijger. Hier komt ook een stap voor stap van. Het is een wat grotere tekening natuurlijk. Dus dan kunnen jullie dat werkboekje ook weer in de aankondiging vinden. Die op onze Facebookpagina hiervan wordt gemaakt of gezet. Zodat jullie rustig ook al die stappen even kunnen bekijken en het dan live mee kunnen doen. En nog een ander leuk iets. Wij hebben voor de 4e livestream, en dat is 21 januari, dan gaan wij verzoeken doen. Dus als het goed is, komt zondag hier ook een aankondiging van. En daaronder kan je dan verzoeken indienen, wat je graag zou willen zien. Heb je ergens problemen mee? Kan ik je misschien ergens bij helpen door iets te laten zien? Zet het vooral daar neer. Dan kijken we wat wij kunnen doen. En hoe we dat mee gaan nemen voor jullie. Nou, ik heb er helemaal rode wangen van gekregen. Maar ik hoop dat jullie deze sessie ook weer leuk hebben gevonden. Ik zie voor de rest geen vragen meer. Mocht ik nou toch vragen hebben gemist. Ik ga volgende week de vragen in de chat gewoon beantwoorden.
Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus voor nu, hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Dat is dus 7 januari, weer op een donderdag om 7:30. En dan wens ik jullie een hele fijne avond verder toe. Tot de volgende keer en bedankt weer dat jullie gekeken hebben.